Welkom terug bij Amicus Radio. In die verte het ons Wild Hippos Only in South Africa. Thank you very much. Dames en heren, vandag het ons hier so saam met Manelisie. Manelisie. So dat Afrikaans of Engels? Trap Life. Trap Life. There you have it, Manelisie. Manelisie, what is the biggest lesson that you have learned today? Free Shivakadu. Free Shivakadu, whatever that means. What does it mean? Snoop Dogg. Snoop Dogg. Vandaag het onze bezoeker. Hey, Manelisie, ga je meer vertellen van hier? This is Snoop Dogg's cousin, Uncle Russ. Yo, Uncle Russ, wanna listen to some Trap Dog? Trap Life. It's Uncle Russ, Snoop Dogg, no weed, just mint leaves. Dit program is trots geborgd door Mrs. Bowles Chutney. Remember, you are no longer a slave to fear, because you have the lion and the lamb. Welkom terug bij die Republiek van EJK. Vandaag kuier ons bij Karinay en haar tuin. Karinay, welkom op die Republiek van EJK. Hoe voel je vandaag? Ek voel goed, dankie. Ach, dit is geen nieuws. Karinay het ons ingevoer al die pad van Spanje. Hier is sy vandag en sy vertel ons meer van haar. Hierdie is die vierkantige modeltjie. Hierdie is die ronde koketiel. En hierdie is die gekleerde ronde koketiel. Baie dankie Karinay, dit is werkelijk een wereldklas tuin hier. Pretoria Nationale Botaan. Karinay, ons is nou hier in die tweede afdeling van jou tuin. Kan jy ons meer vertel van hierdie specifieke plantjies? Nee, Orde, ek het geen idee nie. Kom ons vroeder van man lief Dian, ek dink hy het baie meer ervare. Dian, kom nader, ek vertel jy ons. Goeiedag Dian. Welkom hier so op die Republiek van EJK. Hoe voel jy vandag? Voel warm. Warm. Hierdie ene lijkt soos een bloem. Lijk mooi. Hierdie ene het lang blare wat frilletjies maak. Lijk wel mooi. Ja, daar is nog een lang blare met frilletjies, maar dit is een groter ene. Mooi wat blomme. En hierdie steek is so is eindig. Dankie Dian, dankie vir moeite. Dit was die Republiek van EJK.